Wil jij graag een betere band met jouw paard? Dan blijf zeker kijken, want ik geef je 5 tips. Als je die toepast, wordt jouw band gegarandeerd beter met je paard. Zoals ik al zei, ik geef jou 5 tips waarmee jij een betere band met je paard gaat opbouwen. En de eerste tip die ik je graag hierin geef is, ga je verdiepen in positieve gedragstraining. Want echt, van klikkertraining wordt jouw band met je paard gegarandeerd beter. Kan je je voorstellen dat jij bijvoorbeeld een leidinggevende hebt op je werk of een docent, want dat is in zo'n geval eigenlijk ook vaak al iemand die de leiding heeft over jou in een situatie. Stel dat die persoon eigenlijk bij alles wat jij goed doet, je ook direct vertelt dat je het goed doet. Hé, je hebt een goede toets gemaakt. Super. Fijn dat je aanwezig bent en dat je oplet. Echt top. Ik vind het super fijn dat jij hier, noem eens wat, weet je. Het maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit, maar iemand die jou veel complimenten geeft, die jou oprecht bedankt voor dingen, dat is iemand die ga jij leuk vinden. Omdat die persoon enthousiast is, hij is vrolijk, hij is positief ingesteld en hij geeft jou een goed gevoel. En dan hoeft hij in zo'n geval bij ons mensen niet eens cadeautjes voor te geven. Maar stel dat hij dat ook nog eens zou doen. Dat hij ook nog eens een keertje af en toe een keer mee eten neemt of weet ik het wat. Dat zijn dingen waardoor jij iemand gaat waarderen. Een van de redenen waarom bijvoorbeeld heel veel personeelsuitjes georganiseerd worden. Het moment waarop jouw basis inderdaad jou heel bewust een positief cadeautje wil geven. Maar natuurlijk is je salaris daarin ook al, maar het is meer dan alleen dat salaris. Het is ook het gevoel wat je er dus bij zou moeten krijgen, dat iemand jou oprecht waardeert. Die persoon ga je leuk vinden, die persoon is iemand waar je graag bij bent. Nou, positief gedragstraining, oftewel klikkertraining, gaat precies daarover. Wij zijn een beetje gewend om eigenlijk in het werk met paarden, vooral in het hele leven, dankjewel Jouke, ik vind je ook heel lief. Zo, kus op de neus. In het hele leven zijn we vaak eigenlijk meer aan fouten kijken dan aan wat er goed gaat. Ik bedoel, kijk maar eens, als je naar jezelf kijkt, als je aan het paardrijden bent, dan ben je lekker aan het rijden, op een gegeven moment wil je wijken en het lukt niet. En dan denk je, godsam, waarom lukt het wijken nou niet? En dan ga je daar ook heel hard op oefenen en dan baal je van jezelf, word misschien zelfs wat boos op je paard als hij niet helemaal reageert zoals jij wil dat hij reageert. Terwijl je eigenlijk al misschien een half uur lang aan het rijden was, wat gewoon prima ging. En als ik dan na de hand aan je vraag, hoe ging het rijden? Heb je lekker gereden? Het rijden ging wel, maar dat wijken lukte voor geen meter. Hoe zonde is het dat je dus uiteindelijk baalt van één klein stukje van je rijderij en niet gewoon blij bent met alles wat wel goed ging? Nou, en dat is iets wat je met klikkertraining ook leert, om ook zelf mee bezig te zijn van wat gaat er wel goed. En dat wat niet goed gaat, natuurlijk herhaal je het een keertje. Maar je focust op die momentjes dat het wel goed gaat. Je maakt het simpeler, je zet je paard op voor succes, je zet jezelf op voor succes. En op die manier ga je zorgen dat het gaat lukken. En dat je dus met een positief en fijn gevoel kan afsluiten aan het einde. Dus tip 1, klikkertraining. Tip nummer 2 die ik voor je heb, en die mensen eigenlijk ook veel te weinig doen, is neem gewoon eens even tijd en ben bij je paarden aanwezig. Ik doe dat nog steeds wel. Überhaupt als ik natuurlijk bijvoorbeeld de wei uitmest. Maar dan sowieso ook op het moment dat ik niet kom om de wei te mesten. Ik heb best wel eens een dag dat ik alleen maar kom om gewoon even met ze aanwezig te zijn. Even met ze te knuffelen, even met ze te kroelen, even bij ze te zijn. Ook dit soort momenten waarop ik de video's opneem bijvoorbeeld, zijn eigenlijk ook allemaal momenten dat ik gewoon bij mijn paarden ben. Ik vraag nu niks van ze, ik wil niks van ze. Het enige wat ik wil is jullie wat vertellen. En ik vind het leuk als ze erbij zijn. Maar als ze ergens anders gaan staan, is dat ook prima. Dat weten jullie ook. Als je de andere video's kijkt, dan zie je regelmatig dat de paarden ook bijvoorbeeld even niet bij me zijn. Maar dat ze me toch heel vaak komen opzoeken. Omdat ze het ook wel heel gezellig vinden. Ja, dat ik er ook ben. Dat ik eventjes deel uitmaak van hun groepje. Het gewoon aanwezig zijn helpt niet alleen voor jullie band natuurlijk, maar ook om je eigen rust te zoeken. Want een paard vindt niks zo vervelend als dat jij met heel veel stress en heel veel drukte in je hoofd hem komt halen. En dat doen te veel mensen. Weet je, even snel nog naar mijn paard toe, even snel rijden en door. Ja, daar heeft jouw paard geen boodschap aan. Dus zorg dat als je bij je paard bent, dat je ook bij jouw paard bent. En niet dat je eigenlijk nog met je hoofd op het werk bent of thuis bent of waar je ook maar zijn kan met je hoofd. Maar even in het hier en nu. En als je dus merkt dat je stress hebt, ga dan niet van alles van je paard vragen. Kies er dan voor om dus inderdaad te zeggen van, nou weet je, in plaats van dat ik hem ga rijden, ga ik gewoon even bij hem in de voerbak zitten. Of iets dergelijks. En natuurlijk afhankelijk van je paard, hè. Ik bedoel, als ik hier op de grond ga zitten, is het hartstikke gezellig.
Want mijn paarden lopen heus niet over me heen. Maar als je er eentje hebt die wat minder voorzichtig met je is, ja, dan moet je natuurlijk altijd wel voorzichtig zijn. Dan kan je bijvoorbeeld ook even buiten de wei gaan zitten. Staat je paard op stal, dan zou ik zeggen van neem hem lekker mee en ga even met hem aan de hand grazen. Dan doe je paard ook een enorm plezier mee. En het is ook weer even samen zijn. Want samen wat lekkers eten is natuurlijk super gezellig. Dus neem zelf ook lekker wat lekkers mee. En ga dan gewoon even samen relaxen en chillen. Ook een manier om de band te verbeteren, nummertje 3. Dat is gewoon je paard overal aanraken en poetsen. En dat klinkt misschien stom, maar vaak kiezen we poetsen. Die komen ze daar nog op. Om snel even je paard schoon te maken. Dus even snel hop, hop, hop. Maar neem daar nou eens de tijd voor. Bekijk hem, raak hem aan en maak contact met hem. Hé, ventje, is lekker hè? En kies er dus ook eens voor om je paard te poetsen als hij helemaal los staat. Want dan pas zie je, vindt mijn paard het eigenlijk wel fijn om overal aangeraakt te worden. En terwijl je hem aanraakt, kijk dan eens ook of hij misschien ergens pijn heeft. Dat hij ergens op reageert. Kijk, want dit zijn dingen, als ik hem hier een keertje met mijn knokkels over zijn ruggengraat ga, daar mag hij niet op reageren. En je ziet ook, dat doet hij niet. En ook als ik hier langs over die spieren, kijk, hij zegt nou wel van, nou weet je, als je niet meer lekker poetst, maar dan ga ik gewoon de cameraman vervelen. Maar je ziet dat hij er niet pijnlijk op is. En er zijn best wel veel paarden die wel pijnlijke plekjes hebben, waar we dat zelfs vaak gewoon heel normaal vinden dat hij pijn heeft. Ja, en dat is natuurlijk niet normaal. Hè, dikkie dik. Ik kan wel zien dat mijn paarden onbeperkt hooi krijgen. Maar je ziet dat je vader het gewoon fijn vindt om gepoetst te worden. Dat hij het gezellig vindt. En dat ik hem dus ja, in principe ook overal aan kan raken. Dat is één plekje waar hij het niet zo fijn vindt. Dat weet ik ook wel. Dat zullen we straks even doen. Hier. Ah, dat valt nou ook mee. Vind je niet zo fijn, hè? Maar ook dit is belangrijk dat je dit kan aanraken. Goedendag. Want ja, als hij op een gegeven moment verzorging nodig heeft daar, dan moet je dat kunnen doen. Dus niks zo belangrijk als je paard gewoon echt overal aan kunnen raken. Maar ook dus gewoon contacten en samen knuffelen, hè? Dus dat brengt me eigenlijk ook meteen bij punt 4. Ga eens op zoek naar de krulplekjes van jouw paard. Want eigenlijk heeft ieder paard wel plekjes op zijn lijf waar hij het super fijn vindt om gekroeld te worden. En bij je vader weet ik dat is deze. Ja, dan zie je al heel zachtjes het lipje meegaan. Dat is lekker hè. Ach jongen toch, komt er wat los daardoor. En bij jou kunnen we ook wel even kijken. Moet ik hem even zijn deken afdoen. Het kroelt een stukje fijner. Helemaal. Overigens, een deken doe je altijd af. Ja, eigenlijk van achter naar voren. Maar dus in ieder geval als laatste de voorkant. Mocht hij er vandoor vliegen, dan zit de deken niet aan het einde om zijn achterbenen heen gedraaid. Maar hangt hij nog voor vast op de borst. Dus voor veiligheid altijd als laatste de voorkant losmaken. Ja, en Jouke die zit eigenlijk vol met lekkere krulplekjes. Want die heeft zomereczeem. Dus die vindt echt alles lekker. Hier. Je vader, niet lekker. Kijk, hier zie ik dat Jouke heel graag terug wil kriebelen. Dat is lekker, vent. Ben je nou jaloers? Maar jij was net. Jij bent altijd jaloers, jongen. Dit vindt jou ook fijn. En dit is fijn. Je vader wil al meekriebelen. Maar je ziet, dit vinden ze gewoon heel lekker. En ja, zoek dus die plekjes ook bij jouw paard. Waar vindt jouw paard het fijn? En wat ik zeg, bij jou is het nu simpel. Ik kan ieder plekje van zijn lijf pakken. En dan zegt op ieder plekje, oh ja, deze ja, dit is een goeie. Maar ja, weinig eer aan te behalen. Maar wel heel makkelijk blij te maken. En ja,
daar worden je handen vies van. Dat klopt. Maar daar heb je water en zeep voor. En nagelborsteltjes. Dus lekker kriebelen met je paard. Vinden ze over het algemeen heerlijk. En wat ook een hele goede manier is om jullie band te versterken, is om samen spannende dingen te gaan onderzoeken. En dat klinkt misschien gek, want veel paarden vinden dingen echt heel, heel erg spannend. Maar als je dat gedoseerd doet en het echt samen doet, dan kan het jullie band enorm versterken, omdat je paard leert vertrouwen op jou. Ik zal er even wat leuks bij halen. Nou vinden mijn paard niet meer zo heel veel spannend, maar je zal wel zien dat ze het wel leuk vinden om ermee bezig te zijn. Kijk, het is vandaag natuurlijk het mooiste weer van de wereld. Maar hoe leuk is het om hier samen eens naar te gaan kijken? En je ziet dat je vader in eerste instantie wel even denkt van, hoe, wat is dat? En in tweede instantie denkt, hey, als ik het nou vastpak, hè? En daaraan zie je dat wij natuurlijk al heel vaak samen spannende dingen hebben onderzocht. Dat is echt niks nieuws voor ons. Hey Jouk, kom je erbij? En je ziet dat mijn beide paarden alleen maar denken, hey, dit is lollig. Is leuk, hè? Nee, je hoeft niet stuk. Ik wil hem ook nog kunnen gebruiken als het wel regent. Maar je ziet, samen spannende dingen onderzoeken kan ontzettend leuk en gezellig zijn. In plaats van alleen maar heel erg moeilijk en spannend. Joepa. Dit zijn 5 tips van mij om dus de band met jouw paard te verbeteren. En je ziet hoe mijn paarden op mij reageren. Dus het werkt. En ik ben heel benieuwd of jij deze tips gaat uitproberen. Laat het me weten. Misschien heb jij nog meer tips die kunnen werken. Dan zeker even hieronder in de reacties laten weten wat jouw goede tip is om de band met je paard te verbeteren. Ik hoop dat je dit een toffe, leuke, interessante video vond. Als je dat vond, dan vergeet niet te doen een duimpje omhoog. Ik zou het super tof, Fado, alsjeblieft laat los. Super tof vinden als we er 150 likes kunnen gaan halen. Dus allemaal even liken. En zeker ook abonneren, want dan blijf je op de hoogte van alle toffe video's die we nog gaan maken. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Ja, ventje. Zo fijn, hè, onder de paraplu. Lekker een beetje tegen de zon. Wil je ook bij, Fado? Zijn je chagrijnig geweest? Maar dan niet. Dan doen wij het samen. Gezellig, hè?